Zo, lieve vrienden, we zijn eindelijk weer thuis. Ja, Karin en Roderick, die zijn ook weer richting huis. Want op de heenweg, toen deed de auto ook eigenlijk al raar. Maar toen waren ze dichter bij ons dan bij de eigen. Dus we hebben de reis wel voort kunnen zetten. Ik denk, het ging een beetje langzamer. Dus we waren ook later dan gepland was bij de ijsbaan. Maar we hebben toch een leuke middag ervan gemaakt. En hoe laat het nou is? 6:45 al, dus ja. Tiet Holtgeens Koft, we hebben wel al gehad. Jullie hebben de 100 zien rennen en zien doen, dat het was schitterend. Ja, echt wel. Dus dit was echt vandaag een dierendag. Ja, en het is niet eens niet 4 oktober, nee. Maar, dierendag, hondendag, ja. En dit gaan we dus vaker doen, althans, ik. Met Rijka. En misschien ken ik Ruud ook wel de verporen dat hij even met Bibi die kant op komt lopen. Maar ja, hij moet lopen. Hij kan het beestje niet in, op de fiets meenemen. Dat gaat het hem niet worden. Maar ja, oké. Ik ga er met de booster heen. Ja. En dan lekker laten rennen en draven en doen. Nou, heerlijk. Toch? Ik heb in ieder geval zelf heb ik genoten. Nou, het Roderick wel. Die snoepjes allemaal nog. Nou ja, oké, ik heb nog genoeg en dan zal ik wel iets nieuwe. Maar in ieder geval komt allemaal wel goed. Ik ga nou eventjes een bakje koffie nemen. Tenminste, staat klaar op de salontafel. En daarna ga ik de camera's leeghalen. En ik doe dat even in de map van vandaag. Zaterdag, ook de Copro 2 doe ik wel in de Copro 2 map, maar zaterdag erbij. Dat ik weet dat het daarmee te maken heeft allemaal. Ja, komt allemaal goed. Dus ja, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet verder van jullie zaterdagavond. Doe wat jullie doen moeten. Wees lief voor elkaar. En hou 1,5 meter afstand van elkaar. Blijf zoveel mogelijk binnen. Hé, hond, nou ja, dan kun je uitlaten en dan kun je ook afstand bewaren. Ja, toch? Ja. Maar er zijn altijd mensen die stront eigenwijs zijn en die geen 1,5 meter behouden. Zoals, andere wandelaars. Er was ook een vrouw, die had ook een klein hondje. Die had maar zo'n, ja, ik noem dat een blokriem. Dat riem wordt in die blok opgewonden en weer uitgerold, weet je wel. Nou, dat zijn rotdingen, want die kunnen ook nog eens een keer stuk gaan en een keer je hondje overreden worden door een auto. Lekker, hè? Maar in ieder geval, laat ze dat hondje voor mijn booster langs naar Rijka toe gaan. Ik wil dat niet, want stel je voor dat een hondje ook iets mankeert. Dat zie je niet aan de buitenkant. Ik kon niet doorrijden vanwege dat die lijn voor mijn booster langs ging. Ja, zo de Hannes op. Ja. Blijf 1,5 meter uit mijn buurt en met je hondje erbij. Ja, dat hoor je niet te doen. Hou rekening met een ander. Dat doe je niet. Maar ja, oké. Gedane zaken nemen geen keer. Ik zeg nu op mijn beurt, ik ga er van tussen. En voor later wel te rusten. En morgen gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!